Het pand van voormalig wokrestaurant Feng Shu is in vlammen opgegaan. Het bekende witte gebouw aan de Van Heemstraweg bij Ewijk staat al een paar jaar leeg. Vorig jaar werd er nog een hennepkwekerij gevonden en liet burgemeester Bergman het dicht timmeren en het terrein afsluiten met hekken. Maar volgens omwonenden waren er toch regelmatig mensen op het terrein. In de nacht van woensdag op donderdag is het pand volledig in de as gelegd. De brand was zo groot dat blussen niet mogelijk was. De brandweer liet het pand daarom gecontroleerd uitbranden. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt die asbestdeeltjes op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.